Hoi en wat super leuk dat je kijkt naar een nieuwe techniekles. Vandaag heb ik ook weer echt een basistechniek die je veel kan toepassen tijdens het bloemschikken. Namelijk het blad op draad zetten. Het kan soms voorkomen dat een blad wat slapper is of misschien wil je hem net iets anders buigen. En gaat dat niet op de natuurlijke manier zoals het blad is. En dat kan je dan doen door een blad op draad te zetten. En dat ga ik jullie vandaag stap voor stap laten zien hoe je dit kan doen. Je kan dit eigenlijk met bijna elk soort blad toepassen. Als het een steeltje heeft op de manier zoals ik het nu doe. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Wat heel belangrijk is dat je het dikte van het draad aanpast aan het blad waarmee je werkt. Hoe dikker en zwaarder het blad, hoe dikker je ook je ijzerdraadje moet doen. Want anders kan je hem niet goed buigen. Of als je hem te dik hebt voor het blad, dan beschadig je het blad. Als je bijvoorbeeld een fijn klein blad hebt, zoals bijvoorbeeld de Galax of denk aan een Hedra, dan ben je een dun draadje nodig. Ik gebruik nou 0,6, maar je kan zelfs 0,4 gebruiken. Wat je dan doet is, je hebt hier de nerf lopen, daar prik je aan de ene kant doorheen. Kijk, dan komt hij er aan de andere kant uit. En dan prik je hem er weer doorheen. Dan ziet dat er zo uit. Dus dan heb je hem er echt helemaal doorheen geprikt. Dan doe je hem even iets verder. Dan hou je je duim op de plek waar je doorheen hebt geprikt. Dus daar hou je hem op. En dan buig je beide draadjes naar beneden. Dan ziet het er als volgt zo uit. En dan het kortste draadje draai je er omheen. Daar hou ik ook weer mijn hand op. Zo beschadig je het blad niet. En dan buig je eigenlijk helemaal door tot het eind. En dan ziet dat er zo uit. En nou kan je hem eigenlijk ook buigen zoals je zelf wil. Maar soms heb je ook sowieso een stuk steviger steel. Dus als je steel wat slapjes is, kan je het ook op deze manier doen. Dan heb je hem op een hele nette manier op draad gezet. Aan de achterkant ziet dat er zo uit. En zo werkt het ook met grotere bladeren. Denk bijvoorbeeld aan een fascia. En die steekt hem eigenlijk net iets verder dan de, ongeveer de helft van het blad. Je steekt hem er helemaal doorheen. Dus je doet het eigenlijk op dezelfde manier. Leg je weer duim erop. Je pakt hem bij elkaar. Dan pak ik hier weer mijn duim, leg er weer op. En deze wikkel ik er weer omheen. En als je dan bijvoorbeeld een boeket maakt, dan kan je hem heel makkelijk buigen zoals jij hem zelf wil. Dus kijk, zoals nu komt hij mooi recht onder een boeket. En dan heb je niet dat je boeket echt omhoog vliegt. Maar kan je hem eigenlijk buigen zoals je zelf wil. Dus op deze manier zet jij blad op draad. Zo kan je weer aan de slag gaan en kan je je weer een mooie techniek oefenen. Op deze manier komt je blad vaak net mooi uit in een bloemstuk of in een boeket. Of tijdens corsages kan je het ook op deze manier gebruiken. Corsages maken is nog wel weer iets anders. Dat zal ik in een andere les behandelen. Maar op deze manier zet je op een goede manier blad op draad. En kan je het heel makkelijk verwerken. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke techniekles vonden. Ik vind hem heel erg belangrijk om dit met jullie te delen. Omdat het echt wel een belangrijke techniek is tijdens het bloemschikken. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer.